Hey jongens, nieuwe video, welkom! Team of the Season Rewards. Het is tijd voor het community Team of the Season. Er is, zoals je ziet, nog 6 uur en 42 minuten in packs. Ik heb gewacht tot de vrijdag, zodat ik daarna nog eventjes de marquee matchups kon meepakken. Ik kon ook de gegarandeerde Team of the Season SBC van de community meepakken. En we hebben dus Elite Team of the Season Rewards. Dit betekent dat ik dus sowieso een Elite Pack krijg met 3 kaarten van dit Team of the Season tot nu toe team. Ik heb dus een kans om 3 keer Gomez te krijgen, of ja... Je snapt wat ik bedoel, ik krijg 3 keer een kans op Gomez, Zaha, Piqué, Felipe Anderson of Brandt. En natuurlijk een van de andere namen uit het Team of the Season team. Ik krijg dus ook 3 player picks, die kunnen van beide teams zijn, zowel van de EFL competities als van de Premier League. En ik heb daarna dus ook nog een aantal normale pakketjes als 100k packs, nog een paar Division Rivals pakketten en de marquee matchups dus. We moeten dus een aantal pakketten openen. We beginnen bij Division Rivals. Ik ben rang 3 geëindigd zoals altijd, want ik speel eigenlijk bijna geen Rivals. Ik speel ook nu niet meer... Voor de Icons Pops heb ik al uitgelegd in de vorige video. Ik heb toch geen zin meer om die dingen te grinden. En ik kan niet echt meer een goede icon krijgen. Maar het ding is ook, rang 3 divisie 3 is beter dan rang 2 divisie 3. Als ik echt betere rewards wil voor rang 2, moet ik naar divisie 2 of divisie 1. Maar dat vind ik veel te veel zweten. Ik vind het dan helemaal niet eens leuk om die challenges te doen. Want ik vind het wel leuk om die speciale spelers te halen. Ook met de Premier League en zo. En je krijgt dan toch alleen maar rotkaarten als je... Gaat spelen in hogere divisies. We krijgen hier het eerste pakketje. Een normale bordenkaart. Niet de wildcard. We krijgen de Spaanse vlag. Dat hebben we dit jaar een aantal keer gezien. We krijgen Casillas. We gaan maar snel door naar het volgende packie. Ik heb ook eindelijk gezegevierd. Het kostte me zowat 10 weken. Maar ik ben eindelijk naar de kapper geweest. Je ziet dat mijn haar een stukje korter is. Mijn moeder heeft de schade doorheen gehaald. Heel erg lekker. Want het kon echt niet langer meer. Ik moet dus eigenlijk normaal iedere 5 weken naar de kapper. Komt er niet. Ik had eigenlijk een afspraak net toen ik aan de beurt was. En als gevolg moest ik dus 5 weken langer wachten. Dat ik uiteindelijk maar zei, mam, ga helemaal gek. Als je mijn haar verprust, vind ik het niet eens erg. Want het kan niet slechter zijn dan dat het nu is. We krijgen in de tussentijd Fekir. Maar ja, is dus steeds niet een Team of the Season. Fekir, Rui Patricio en Biglia. 12 kaarten waar ik niet veel aan heb. Maar het is altijd wel bruikbaar voor upgrade SBC's. Want die komen dus met het Premier League team gewoon weer terug. En ik heb daar heel veel zin in. Want het Premier League team gaat zo ongelooflijk ziek worden. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Misschien is het bekend wanneer deze video online komt. Maar ja, ik ga het sowieso nog bespreken. En we gaan daar heel veel packs van openen. Ik ga daar sowieso het meeste in steken. Het Premier League team is altijd het ziekste team van alle Team of the Seasons. Want ja, de meeste spelers zijn nou eenmaal Engels of houden van de Premier League. Dus ja, dan krijg je sowieso goede kaart. We krijgen nu een Team of the Season zo te zien. Wat krijgen we? We krijgen de Braziliaanse vlag. Te kunnen meer dan namen worden. We krijgen Fernandinho. We krijgen niet Fernandinho. We krijgen Leiva, als ik niet vergis. 88 algemeen. Hij is een tradable. Maar het is wel een Team of the Season. En de eerste van de vele die we gaan packen in deze video. Goede kaart dus. Hij is zo te zien wel maar 40k waard. Want ja, die is natuurlijk heel veel gepackt. Zo'n 88 algemeen Team of the Season wordt een aantal keertjes in pakketten teruggevonden. Maar de eerste is een feit. En dat is goed. Want we zijn namelijk pas net bezig. Maar we gaan nog naar de beste pakketjes. Namelijk Weekend League Rewards, Player Picks. En hebben nog de marquee matchups om het helemaal af te maken. Donner for Champions Elite 3. 23 wins, 6 losses. De laatste pot heb ik weggegeven. Gratis win aan iemand die nog aan het strijden was. Hopelijk heeft hij daarmee ook een lead gehaald. En we krijgen hier dus een 100k pack. 3 player picks. Een premium Team of the Season pack van een community team. En 70k die we kunnen investeren. In het gegarandeerde Team of the Season pack. Er zijn dus 4 kaarten die meer dan 500k waard zijn. Dat zijn allemaal kaarten van de Premier League op eentje na. Dat is Phillips. Dat is een CVM uit Engeland. Die zieke stats heeft die kaart van Leeds, zeg maar. Daarnaast hebben we nog Zaha. We hebben Joe Gomez en Felipe Anderson die allemaal veel waard zijn. Nog een paar kaarten van rond de 300k. Zoals Moses Simon met 35 zwakke benen. Maar we gaan kijken wat we krijgen uit deze 3 player picks. We beginnen bij de eerste. Hopelijk een goede Premier League kaart. Felipe Anderson wordt meegenomen. We krijgen Thiago of Simon... En dit klinkt misschien gek, maar ik zit hier best wel over te twijfelen. Want Simon schijnt namelijk echt ziek goed te zijn. 5 sterren zwakbeen, 4 sterren skill moves, deze stats. 95 dribbling, 99 lenigheid, 99 balans. Maar ja, Matheus Pereira heeft ook best zieke stats. Als ik kijk naar de waarde is Moses Simon de beste. Die kost namelijk 300k. Matheus Pereira kost 260 en Thiago kost verrassend genoeg maar 120k. Voor een 93 algemeen speler zo'n prijs is eigenlijk... best wel ziek. Dus dan gaat de keuze eigenlijk tussen Simon en Matheus Pereira. Maar Matheus Pereira heeft 3 sterren zwakbeen. Moses Simon heeft 5 sterren zwakbeen. En weet allemaal hoe belangrijk dat is. Dus we gaan voor deze kaart. Lijkt me echt een zieke speler. Ik kan hem misschien in mijn team passen. Moet ik even kijken wat ik met mijn CVM ga doen. Maar Moses Simon wordt de eerste keuze die op de linkerflank kan komen in de plaats van Neymar mogelijk. De tweede van de 3 dan. De eerste was dus al heel goed. Ik ben eigenlijk al tevreden met mijn player picks. We krijgen hier dan ook nog Godin. 33 algemeen of Grimaldo. Ik heb... Oh, Alexandro. Ik heb dus een goede linksback. Dan ga ik eerder voor de rating. Want ja,
een 33 algemeen speler kan je nooit passeren. Sowieso is Godin ook meer waard. Want ja, die rating die telt wel aardig wat qua waarde. Want je hebt op een punt een hoograted team nodig. Voor bijvoorbeeld een Premier League team of de Season SBC. En dan komt zo'n Godin meer van pas dan de andere kaart die we net kregen. Door de derde laatste player pick. Wat gaat het worden? Dembele al een goede kaart. Opnieuw Godin. Maar die hebben we dus al. Thiago of Matheus Pereira. Ik heb een paar keer Dembele tegen mij gekregen. En die heeft mij toch flink aangepakt een aantal keer. Zieke kaart. Ik heb zijn team op de season vorig seizoen ook gebruikt. Maar ik zit nu opnieuw te twijfelen. Want Matheus Pereira is eigenlijk ook een echt goede kaart. Maar ja, speelt gewoon in niet zo goede competitie. Thiago hoge rating. Maar als ik dan puur van waarde uitga, ga ik denk ik eerder voor Matheus Pereira. Want we hebben Godin al. En Thiago is gewoon een heel stuk minder waard. 3 player picks dan. 1 die echt bruikbaar is. Een andere die veel waard is. En een derde die goed is voor de rating. Dus 3 goede player picks. Hebben nu 156k. En natuurlijk nog het team op de season pack. En met 100k pack. Deze rewards zijn allemaal tradable. Dit betekent dus dat ik alles kan verkopen wat ik uit deze pakketten krijg. En dat betekent dat ik hoop op een aantal goede kaarten. Hier moeten de beste team of the seasons uitkomen. Dus dat elite pack mag best Joe Gomez in komen. Nou mag best Felipe Anderson in komen. Het maakt me niet uit. We krijgen gewoon weer een team of the season. We gaan er weer klaar voor zitten. We krijgen de Wales vlag. Dat wordt dan een kaart die ik ook krijg met een gegarandeerde team of the season pack. Maar het is een team of the season. Dus dat is goed. 35 algemeen. Jacobsen, is hij veel waard? Nee, dat niet. Misschien zit er een andere zieke wildcard eronder. We krijgen nog Jorie. Dat is wel lekker. Een 38 algemeen kaart. Tadic zou ook wel wat waard zijn. En dit sturen we allemaal naar de club. Jacobsen heb ik dus al untradable. Dus deze kan ook mooi naar de transferlijst. Deze jongens discarden we. En dan hebben we weer een prima pakket gehad. En dan nu het premium community team of the season pack. Gegarandeerd 3 community team of the season spelers tot nu toe. Ik meen het dus dat je hier alleen maar spelers kan krijgen uit het hoofdteam. Nu blijkt het denk ik dat dat misschien niet zo is. We gaan erachter komen. Anders krijgen we van de EFL of we krijgen even de community. We gaan erachter komen wat we krijgen afhankelijk van de vlag. We krijgen dus de rode strepen boven. Het wordt een walkout. Dat is niet zo'n heel grote verrassing. We krijgen de Belgische vlag. Dat wordt dan denk ik Courtois. En dat is qua rating helemaal niet mis. Er kan dus iets heel goeds onder zitten. Want Courtois is gewoon een 33 algemeen doelman. Wat het gaat worden, gaan we nu achter komen. Ik heb dus gehoord dat Courtois niks tegenhoudt. Dat een dramatische doelman is. Dus ik ga hem niet gebruiken. Ik heb nog Alisson staan. Wat zit eronder? We krijgen Sergio Busquets en Dembele. Dus 2 hoge algemeens. En Dembele die wat meer waard is. Die is namelijk zo te zien rond de 80k waard. Busquets vanwege zijn rating rond de 90k. En ik denk dat Courtois hetzelfde verhaal zal zijn rond de 70-80k of zo. Hij is iets meer. 90k. Dus in totaal gewoon meer dan 200k hiervan gepakt. En moet nog naar het beste team op de season voor de Premier League. Waar ik ook hoop een lead te halen. Ik snap in de tussentijd niet waarom EA opnieuw de mid-icon upgrade heeft gedaan. En niet de prime-icon upgrade. Als we al ondertussen in mei zitten van deze game cycle. Ik ga nog wel deze throwback marquee matchups doen. Deze community team of the season uitdaging. De gegarandeerde community team of the season. En zo hebben we dus nog een aantal packs die we gaan openen in deze video. De team of the week upgrade is nog 47 dagen. Dus ik verwacht dat we veel team of the weeks nodig gaan hebben in de komende weken. Maar we gaan dus eerst deze packies openen. Ik heb hier een beetje zitten toveren met het team om de 60 chemistry te krijgen voor het gegarandeerde community team of the season so far pakket. Je moest een 35 algemeen team inleveren en ik had 2 walkouts in de vorm van team of the season Jacobsen, die ik dus gepakt had uit het EFL pack. En ik had dus ook al Müller. Die zijn dus natuurlijk niet heel makkelijk te linken, dus moest ik daar een team omheen maken. Dit is geweldig voor de chemistry, dit linkie. Donnarumma, Romagnoli, Acerbi en dan Verratti. Omdat die al eigenhandig bijna zorgen voor de 60 teamgeest. Dus kon ik voor de rest een beetje rondspelen. Allemaal random kaarten kopen of kaarten die ik al mijn club had van 83 of 34 algemeen. Ik was het uiteindelijk een stuk minder kwijt dan dat de meeste kwijt zijn. Ik heb daardoor wel net wat extra teamgeest doordat ik loyalty heb. Dus je zou dit team niet helemaal kunnen namaken. Maar het is alsnog wel een team wat voldoet aan de vereisten. In mijn geval. En krijg ik dus een team of the season speler van de community team of the season. En daarnaast heb ik dus ook deze SBC's nog voltooid. Nog 7 pakketjes dus. We hebben nog 7 kansen op een team of the season speler van de community. En dan gaan we door naar de echte grote jongens van de Premier League. Waar we dus hopelijk nog een aantal van gaan pakken. De teller staat al best een aantal team of the seasons. Dus ik ben dik tevreden met wat ik gepakt heb. Ook al krijgen we hier helemaal niks meer uit. Dan nu een gegarandeerd bordenspeler pack. Een zeldzame speler van sowieso 33 in rating. Waarschijnlijk krijg ik ook een 33 algemeen speler. Want zo werkt het nou eenmaal in het brein van EA. We krijgen hier niet de walkout uit. Dus het wordt een 33 tot 35 algemeen. Duitse vlag. Kruse. Nee, het wordt niet Kruse. Maar het wordt wel Draxler. Dus niet bepaald heel veel beter. Door naar een zeldzaam gemengd spelerspack. Daar krijgen we ook niks uit. Niet zo heel verrassend is ook het zeldzame gemengde spelerspack niet bepaald best. We krijgen een aantal zilvers, een aantal gouden en een aantal bronzen. Maar ze zijn allemaal niks waard. Dus sturen we alles naar de club wat we niet in de club hadden. En alle extra's
gaan naar de discard. We gaan door naar de laatste drie pakketten. Top Elect en Players Pack. Hier zit er ook niks in. Dus we kunnen door naar de volgende. Goudspelers Premium Pack als voorop op de lijst. Verrassend. Zit ook niks in. Oftewel, de marquee matches waren deze keer voor mij niet al te best. Vaak krijg ik er wel iets goeds uit. Ditmaal was het dus iets wat minder goed. We krijgen één discard voor 600 coins. De rest weer naar de club. Want ja, alle gouden kaarten komen van pas voor de upgrade SBC's. En dan door naar een community team om te zien. Een speler SBC'tje. En kijken of we hier dan een goede uit krijgen. Om op een hoge noot te eindigen. We hebben veel hoge noten gehad. We hebben ook een paar lage noten gehad. We krijgen in ieder geval een wildcard. Is meestal zo. We krijgen de Portugese vlag. Centerback. En het wordt dan Pepe. Helaas niet de beste kaart. Het is daarentegen wel een kaart die ik dus op de club kan houden voor de volgende SBC's. 38 rating. Prima. Het is dus niet de beste team of season die ik gepakt heb. Qua waarde is dat denk ik Moses Simon. Die was namelijk 300k waard. En ben ik heel benieuwd of hij de moeite waard is. Hij schijnt een heel goede kaart te zijn. We gaan het testen. Ik hoop ook dat jullie geïnvesteerd hebben in die zeldzame UCL kaart. Zoals ik had gezegd in de video van woensdag. Echt, die zijn van zoveel verkocht. Allemaal voor 1.3 ingekocht. Voor 5k verkocht. Dikke winst gemaakt. En hebben nog deze team of seasons om te verkopen. Busquets, Courtois. En daarnaast ook nog Dembele, Jacobsen, een paar wildcards. En deze houd ik nog wanneer we weer hoge rated spelers nodig hebben voor de komende Team of the Season SBC. Het voelt goed om weer een beetje coins te verdienen. Ik heb dat eigenlijk het hele jaar veel te weinig gedaan. Vooral omdat ik te veel bezig was met de Weekend League en de Division Rivals rewards. Daar dus ja, best vaak goede dingen uitgepakt. Maar eigenlijk is traden zo makkelijk. Kan je er zo makkelijk coins mee verdienen. En met Team of the Season is dat helemaal makkelijk. We gaan Bellarabi dus vervangen met onze nieuwe kaart Moses Simon. Die hopelijk iets beter presteert. Ik vond Bellarabi niet heel bijzonder, was natuurlijk een gratis kaart. Maar hey, we gaan kijken of Simon dat kan verbeteren. We zijn hiermee wel aangekomen met het einde van deze video. En daarmee wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Je kunt hier linksboven je scherm mee zetten de video zien. En rechtsonder een random video die je misschien nog niet gezien hebt. In het midden vind je dan mijn knop als je niet geabonneerd bent. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. En tot die tijd zeg ik later, mensen.